zaken over onderwijs en ICT. En dat sprak mij aan. Dus ik denk, daar kunnen we wat mee. Een pechukucha betekent in het Japans pripraat. En het is een heel simpel concept. 20 slides en per slide 20 seconden. Dat is bijna ruim 6 minuten en dan autorun. En als je klaar bent, dan ga je zitten en dan komt de volgende spreker. En dat is nu precies wat wij hier gaan doen. Dan moet je wel op tijd gaan, ja. Het thema van dit congres viel op te zien, de inspirerende leeromgeving. En dat in relatie tot de beroepspraktijk. Hoe organiseer je dat? Hoe maak je onderwijs nu echt interessant? En daar willen wij het als groep met jullie over hebben. En die groep laat ik zo zien. Dat zijn deze mensen. Van de lerarenopleiding, van de opleiding communicatie, van het leerbedrijf Generate. Maarten Terpstra, Karel Koch, Bob Gutte en Jeroen Botema en nog 4 studenten die ik hier eventjes niet noem, maar die worden direct geïntroduceerd. Het gaat over de leeromgeving. Voor mij altijd geassocieerd met Maria Montessori, de voorbereide leeromgeving. Voorbereid door de leerkracht die daarbij keurig netjes aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. En hoe mooi is die uitspraak op het scherm? Het kind is geen leeg vat dat alles wat het weet dankt aan ons. Nee, het kind is de bouwer van de mens. Onze studenten zijn natuurlijk ook de bouwer van de mens. En ook de bouwers van de toekomst. In een flat, global, changing world. In een genetwerkte wereld. En dus in een grenzeloze leeromgeving. En hoe organiseer je nu onderwijs daarin? Onderwijs. Hij heeft 3 maatschappelijke functies. Momenteel krijgt selectie en allocatie veel aandacht, ook in het verhaal voor de pauze, de keynote. Zeker bij Holland, daar winnen we ook een doekjes om. Maar als onderwijsmensen zijn we zeker zo betrokken bij de functie kwalificatie. Wij leiden immers mensen tot professionals op en ook socialisatie. Want we hebben immers een ontzettend belangrijke maatschappelijke functie. En juist bij het kwalificeren en socialiseren zijn we op zoek naar motivatie, naar zingeving. Waar hebben we het idee dat wij niet los van de context kunnen staan? En studenten zelf brengen een gigantisch potentieel mee, dat we in maatschappelijk opzicht eigenlijk niet uitnutten. En daarin ligt een grote uitdaging. Daar komt bij mij altijd het volkomen misplaatste idee van de student in de media naar voren. Lui, vaak dronken, sessies op cultuur. En interessant is ook het linkerstuk, het artikeltje. Studeren levert in Nederland in vergelijking met andere landen eigenlijk bijna op. In een hoog opgeleid land is het niet zo discriminerend om hoog opgeleid te zijn. Maar een prachtige reactie van een student in een artikel in de Volkskrant. En daarin zegt hij dat niet de student lui is, maar dat de maatschappij lui is. Omdat er te weinig beroep gedaan wordt op de capaciteiten die hij heeft. Studenten willen best uitgedaagd worden. Die willen een bijdrage leveren. Het is een gigantisch uitgesteld arbeidspotentieel. De promovendus Piet van der Zanden doet diezelfde constatering en die trekt het veel verder door. Hoger onderwijs zou zich moeten doorontwikkelen van het huidige industriële model naar een zichzelf renderende learning model. Waar kennis gegenereerd wordt in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Wij zijn in onze voorbesprekingen met deze club niet zo ver gegaan, maar we zijn wel op zoek gegaan naar wat voor ons inspirerend onderwijs is. En deze punten kwamen tijdens onze discussie naar voren, tijdens de voorbereidingen van de pechukucha's. En dat zagen we ook terug in een plaatje wat iemand via zijn Mickey op de beamer gooide. Het Connected Learning Model. Producer-centered, interesting, shared purpose, peer culture, open networked en academic. En daar willen wij eigenlijk aan werken. De volgende pechukucha, die wordt gedaan door mijn collega Bob Gutte. En die heeft een gedurfd didactisch statement, vind ik. Hij noemt het de faalkans als uitgangspunt. En ik weet dat Bob voor verrassingen stelt, vaak inspirerende verrassingen, maar dat het hem ook dilemma's oplevert. Volgende pechukucha, daarna, die wordt verzorgd door Jeroen Botema met zijn studenten. En Jeroen Botema staat voor de uitdaging om voor leerkrachten de e-competenties aan te leren in het onderwijs. En de vraag is dan, hoe zorg je dat de student precies leert wat hij of zij daarin nodig heeft op die school in dat vak?
De vierde pitchercoetje gaat over Generate, een leerbedrijf waarin mbo'ers en hbo'ers samenwerken. Maarten Terpstra is de manager van dat leerbedrijf. En leren en werken gaan hier in elkaar over. Niet dus pas als je afgestudeerd bent, maar ruim voordat je afgestudeerd bent. En dan werk je in een professionele omgeving voor betaalde opdrachten. De laatste pitchercoetje wordt verzorgd door Karel Koch. In de industriële, of in de creatieve industrie gebeurt van alles. Door sociale media en door het feit dat productie- en publicatiemiddelen gewoon gratis voorhanden zijn, verandert de leeromgeving en de grenzen vervagen. Er zijn mashups, er zijn flashmobs, er zijn hoaxen en er wordt op grote schaal geremixed. Binnen de wereld van het internet maak je materiaal, hergebruik je materiaal en als je dat goed doet, dan voeg je iets van jezelf daarnaartoe. Je creëert meerwaarde. En in het onderwijs doe je precies hetzelfde. Je geeft kennis door, je hergebruikt materiaal, je onderzoekt. Je genereert kennis, maar vooral involveer je creatieve, intelligente en ambitieuze studenten. Met dit laatste plaatje van ons landschap, als leeromgeving, sluit ik die pitchercoetje af. En geef ik het woord aan mijn collega Bob, als je daar klaar voor bent. 20 seconden om daar klaar voor te zijn. Is het bijna om? Dankjewel, Nico. De komende 6 minuten nemen wij je graag mee naar wat wij als Associate Degree Crossmediale Communicatie verstaan onder een rijke leeromgeving. Wat ons betreft is dat een hele uitdagende leeromgeving met uitdagende opdrachten. En dat betekent wat ons betreft dat het niet per definitie vaststaat dat je ze ook haalt. Zelfs niet als je goed je best doet. Wie zijn wij? Lindy Prins, afgestudeerd voltijdstudenten Crossmediale Communicatie. Hallo, ik ben Ellen Flipsen, afgestudeerd deeltijdstudenten crossmediale communicatie. Ja. En mijn naam is Bob Gutte, ik ben docent, programmacoördinator en een van de ontwikkelaars van de Associate Degree. Een Associate Degree is nog een relatief nieuw begrip, dus laat ik dat even kort toelichten. Het is een 2-jarige hbo-opleiding, die opleidt tot aan het tactisch niveau van het hbo. Met het diploma kun je instromen in het derde jaar van de bachelor, bij ons communicatie. Of als junior aan de slag gaan in de praktijk, het werkveld. En daarmee schets ik eigenlijk direct het dilemma waarvoor we bij de ontwikkeling stonden. Aan de ene kant moeten we studenten dus binnen 2 jaar klaarstomen voor de praktijk. Dat betekent dat we ze er ook mee willen confronteren, ook mee in aanraking willen brengen. Aan de andere kant moeten we zoveel mogelijk gelijksoortig onderwijs aanbieden, zodat ze soepel kunnen doorstromen in dat derde jaar. We bedachten de volgende oplossing. We bieden zoveel mogelijk vergelijkbaar onderwijs aan, maar we vermijden fictieve cases die zo typerend zijn voor die eerste 2 jaar van een bacheloropleiding. We koppelen studenten zoveel mogelijk aan externe opdrachtgevers en laten ze hun werk zoveel mogelijk ook extern presenteren. Consequentie is wel dat je daarmee de lat voor een student meteen enorm hoog legt. We ontnemen ze als het ware die veilige thuishaven. De kans is groter dat studenten falen. Dus er valt veel voor te zeggen om het niet te doen, want als school ben je verplicht om een veilige leeromgeving te bieden. Toch, hebben we het gedaan. We voelden ons vooral gesterkt in de ervaring dat studenten steeds betere resultaten haalden als ze voor het echi iets moesten doen, dan wanneer ze voor ons als docenten een klusje moesten klaren. Maar ik moet wel toegeven dat de resultaten ons aan alle kanten hebben verbaasd en onze verwachtingen ver hebben overschreden. Lindy en Ellen gaan daar een aantal voorbeelden van geven. Dankjewel, Bob. Tijdens de allereerste projectbijeenkomst werd ons verteld dat we over 10 weken een professioneel crossmediaal event zouden neerzetten voor het werkveld. We zijn daarmee meteen in de diepe gegooid, want we moesten het niet alleen op papier zetten, maar ook echt daadwerkelijk uitvoeren. Met alles erop en eraan. En ik kan u zeggen, dat was een hele uitdaging voor ons. Er moest dus van alles geregeld worden. Een projectplan, een naam, een logo, de PR, de communicatie, de stands, de gastsprekers, de sponsoren, bezoekers uitnodigen, een programma vaststellen, draaiboek maken, opbouwen, gastsprekers aankondigen, stands beheren. En dat klasoverschrijdend met 3 klassen bestaande uit voltijd en deeltijd. We werden niet helemaal aan ons lot overgelaten gelukkig. We kregen relevante bagage mee via modules als projectmanagement, presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en designvaardigheden. En om dit allemaal te realiseren en om inspiratie op te doen, werkten we 2 dagen mee met de organisatie van het Picnic Crossmedia Network Event.
Het eindresultaat van de eerste periode jaar 1 was Mixer. We hadden 200 bezoekers, 12 gastsprekers, 10 stands, Apple, Microsoft en HP als sponsoren, vermeldingen op Cross Media Log, Frank Watching en New Media Studies en stonden hoger dan Picnic en het Mediapark Jaarcongres als startpagina.nl. Geef ik het woord verder over aan Ellen. We wachten even op mijn slide. In periode 2 deden wij mee aan de PR Talentprijs van Van Hulzen. Een competitie tussen hbo-opleidingen in Nederland. Met als opdracht ontwikkel een PR-plan voor de herinvoering van de dienstplicht. Officieel mogen alleen derde en vierde jaar communicatiesterkte deelnemen. Dus dat leek ons wel een uitdaging. Hoe hebben we het aangepakt? Op basis van geleerde methodieken werkte toe naar het ontwikkelen van een concept. Door een trendanalyse en door te brainstormen kwamen we uit bij het concept Heb jij het lef? Waarin we jongeren aanzetten tot het worden van hun eigen held. Door de uitdaging van de dienstplichten aan te gaan. Zij staan hierbij niet alleen, maar worden ondersteund door fictieve helden. In totaal zijn er 12 landelijke cases ingezonden voor de PR Talentprijs. 2 cases van de crossmediaopleiding vertegenwoordigden in Holland. En deze gingen allebei door naar de finale. Om vervolgens met 1, de onze, een podiumplaats te behalen en wel derde. Was het toeval? Nee. Want op dit moment staan de eerstejaars van de crossmediaopleiding weer in de finale. Het project in periode 4 stond in het teken van leren onderzoeken, met als onderzoeksvraag op welke wijze jongeren in dialoog willen treden met organisaties. Aangezien we het project voor ING als opdrachtgever uitvoerden, werd de opdracht een stuk uitdagender en lag de lat daarmee een stuk hoger dan bij een fictieve opdracht. En onze resultaten hebben we gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de themagroep Corporate Communicatie van Logeion op het hoofdkantoor van Microsoft. En het was een even grote uitdaging om het onderzoek zo professioneel en betrouwbaar mogelijk af te ronden, als om het te presenteren voor zo'n grote groep professionals. In periode 7 van jaar 2 ontwikkelden wij het crossmediale format voor het festival. Dit is een 3-daags festival dat wordt gehouden in Alkmaar. We deden dit niet alleen op papier, maar gingen juist ook gelijk hands-on aan de slag. Het vertrekpunt, deze mooie grafische poster en een logo, en de rest moesten wij ontwikkelen. Daarom zijn we gestart met het maken van een website, het interviewen van de oprichters en de artiesten, ook starten we met twitteren, posten op Facebook en het verzamelen van video's voor op een YouTube-kanaal. Kortom, we gaven de Jazzival-artiesten naast het Jazzival-podium ook een online podium. Het resultaat was dat Jazzival een eigen identiteit heeft gekregen, met bijpassend online platform. We creëren bewustzijn en legden een basis waar de komende jaren op voortgeduurd kon worden. En dat is dit jaar ook gegaan. Ons jaar was Jazzival voor het eerst uitgevoerd. Kortom, wij waren klaar om af te studeren. Inderdaad. Om straks het gesprek op gang te helpen, heeft Nico ons gevraagd een aantal dilemma's te formuleren. Dit is het dilemma waar wij ons voor gesteld zien. Bij het ontwikkelen van onderwijs word je eigenlijk ontmoedigd om studenten uit te dagen. Wat we namelijk doen, moet passen binnen de leerdoelen. En leerdoelen beschrijven een bepaald minimum. Als je het gehaald hebt, dan krijg je je punten. Het moet ook passen binnen de essays die voor het onderdeel staan. Dus het moet allemaal haalbaar zijn. Dat betekent dat uitdagend onderwijs, wat ons betreft, altijd een experiment blijft. Ik geef heel snel het woord over aan Jeroen Botma en zijn crew. Zeker applaus waard. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jeroen Botma en ik ga samen met Jens en Pauline iets vertellen over de leerpraktijk iLearn. Dat is een training e-learning die ik heb ontwikkeld samen met collega's op de tweedegraads leraaropleiding van in Holland. En die wordt uitgevoerd door tweedejaars studenten. Nou, zoals uit vertelde, goedemiddag. Ik ben Jens Schrik, tweedejaars student ouderskunde. En dit is Paulien, tweedejaars student van zorg en welzijn. En de opdracht van iLearn is uit dat je zelf een leervraag formuleert over ICT in het onderwijs. Wat wil ik nog leren over op dit gebied? Kijk, we kregen een periode de tijd om deze vraag te beantwoorden en het resultaat te presenteren op de nieuwe conferentie iLearn 2012. Even kijken, de leervraag die je had geformuleerd,
die moesten we vervolgens met een videoboodschap, zoals jullie hier kunnen zien, moesten wij posten op Blackboard. En zo gingen we dus verder met het concretiseren van het onderzoek. De leervraag die bij ons iLearn-project centraal gaat staan, zijn eigenlijk twee leervragen. Die hebben heel veel met elkaar te maken. Vraag 1 luidt, hoe kan je smartphones in het onderwijs inzetten, dus gebruiken als leermiddel? De tweede gaat over de voor- en nadelen van smartphones in het onderwijs. En dat waren onze leervragen die wij gekoppeld hebben en samen een presentatie hebben voorbereid. Vervolgens zouden we aan de slag gaan met een proposal. En in die proposal hebben we iets meer de werkwijze en de vormgeving laten zien. Dus we hebben gekozen voor een bepaalde doelstelling, hebben we een titel bedacht, gekozen voor een werkvorm. Bijvoorbeeld een roundtable, maar je kon ook kiezen voor een presentatie of liever een workshop. En we hebben nagedacht over de opbrengsten van onze presentatie. Nou, vervolgens hadden wij dus een hele structuur erin en konden wij dus verder met de uitwerking van ons onderzoek. Dus wij konden aan de slag met het beantwoorden van onze leervraag. Nou, eerst gingen wij brainstormen over hoe kunnen wij die smartphones nou inzetten in het onderwijs. Daar zochten wij informatie op het internet. En tijdens het zoeken van informatie sloeg Pauline toevallig de krant open, waar ook viel op een QR-code. En dat heeft ons de inspiratie gegeven om die QR-codes daarover na te denken en dat in een presentatie, lesvorm te zetten. Ja, we hebben dus een lessituatie bedacht aan de hand van QR-codes in de smartphones. En het was eigenlijk een soort van quiz of een soort van, leerlingen gingen op die manier, leerden ze de school kennen. En dat hebben we dus gefilmd en zo is het nu dat we dat kunnen zien. En zijn we daarna in gesprek gegaan met onze deelnemers om hun mening te peilen en de voor- en nadelen van smartphones in het onderwijs in kaart te brengen. Ja. Vervolgens heeft Jeroen ons heel erg gestimuleerd om het leerveld iets te verbreden. En dit hebben we gedaan door bijvoorbeeld te twitteren of Facebook of alle andere digitale kanalen. Zoals je ziet twitterde hij er vrolijk op los. Nou, tijdens iedere presentatie was elke deelnemer ook een beoordelaar. Iedere deelnemer die vulde zo'n evaluatieformulier. En dit formulier werd aan het eind van de presentatie naar de desbetreffende student gebracht. En die gebruikte dat als bron voor zijn reflectieverslag. Maar waar reflecteerde de student dan op? Op de leervraag natuurlijk. Wat was het resultaat? Het proces? Hoe moest het onderzoek verlopen? En wat zijn de secundaire leeropbrengsten geweest? En natuurlijk de praktijk niet vergeten. Wat heb ik aan het geleerde in praktijk? Geef het woord aan Hebben. Dan is voor de studentencirkel rond en kan er een nieuwe leervraag starten. In het ontwerpen van de leerpraktijk had ik een aantal uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt was een puur praktische. Ik had namelijk te maken met 40 à 50 tweedejaars studenten die allemaal stage lopen op verschillende scholen en hebben te maken met verschillende situaties als het gaat om ICT in het onderwijs. Studenten hebben daar ook een eigen visie over of zijn die visie aan het ontwikkelen en hebben ook verschillende niveaus als het gaat om ICT-vaardigheden. Dus een training, e-learning, one size fits all, dat werkt niet. De leervraag moet centraal staan. ICT-onderwijs is ook zo'n breed begrip. Eigenlijk moet dat in de leraaropleiding netjes geïntegreerd worden in allerlei onderwijseenheden. Daar zijn we mee aan het werk. Maar ik heb liever dat een training, als er dan een training moet komen, dat de student zich focust op de grote vraag van maar hoe moet ik dat nou doen in mijn les? En dat is denk ik wat heel relevant is in deze training. Dus wie ben ik als docent om dan te zeggen wat de student moet gaan leren en hoe die dat dan moet gaan doen? Ik vind dat persoonlijk, ik wil dat de student centraal staat in mijn onderwijs. En dat vraagt om onderwijs dat start bij de student, dat vraagt om onderwijs dat ruimte geeft aan de student, maar ook onderwijs waar de student ruimte kan nemen om zelf zijn eigen weg te ontplooien. Nou, die leervraag die staat dus centraal. En in het geval van iLearn, anything goes, als het maar gaat over ICT onderwijs. Van een eenvoudige PowerPoint-presentatie, hoe doe ik dat interactief in de les, tot en met QR-codes in de les, tot en met, ik vind ICT onderwijs helemaal niks, ik ben daar tegen, maakt niet uit, studenten mochten zelf de leervraag formuleren. Als het maar in de context van hun eigen beroepsontwikkeling plaatsvond. En dat vind ik ook belangrijk voor de leeromgeving die we centraal hebben gesteld. Leren met de deksel eraf, zo hoorde vertelde Pauline dat vanochtend tegen mij. We streven samen naar een rijke leeromgeving waarin er sprake is van co-leren, co-creatie, waar zowel student als docent eigenaar zijn van de leeromgeving. En mijn rol daarin is iets van begeleider, inhoudsdeskundige, vliegende kiet, motivator, ik ben ook kritisch. Ik probeer vooral samen met studenten te leren, daar ook een rolmodel te zijn en vooral het initiatief bij de studenten te laten. En daarvoor is vertrouwen nodig. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in wat studenten kunnen. En studenten hebben dat vertrouwen misschien nog niet helemaal, maar ik
Dat is voor mij basis. En dat is het belangrijkste dat ik studenten kan geven. Daarnaast de verantwoordelijkheid om te leren. Ik wil ook dat studenten de verantwoordelijkheid nemen om te leren. En de vrijheid om dat te doen. En dat is een lastig proces. Dit zijn twee studenten die daar zich lekker in voelen. Er zijn ook heel veel studenten die zich er helemaal niet lekker bij voelen. En dat is ook wel een van de dilemma's waarmee ik zit. Het is participeren, niet volgen. En dat is lastig ook in een toch wel traditioneel ingestelde leeromgeving als onze lerarenopleiding. Dus daar zijn een aantal dilemma's. Maar ieder jaar tot nu toe hebben we toch weer een interessante ILEARN-conferentie waarin studenten toch als in de rol van expert hun verhaal, hun leerproces vertellen over wat zij hebben geleerd van ICT-onderwijs. En dat delen zij met docenten, dat delen zij met het werkveld, zover we die bij kunnen betrekken. Samen leren en elkaar verbazen. En ik denk dat dat de kernwoorden zijn van een rijke leeromgeving. Dankjewel Jeroen. Mijn naam is Maarten Terpstra en ik werk bij InHolland voor het leerwerkbedrijf Generate. En dan gaan we sluiten. Sinds 2006 werk ik bij Generate, het media lab van de Hogeschool in Holland in Haarlem, waar ondernemende studenten centraal staan. Binnen Generate worden studenten uitgedaagd om actief te participeren in de community of practice rondom het thema innovatie in de media en in de communicatie. En Ryan, mijn student, is hier om verslag te doen vandaag. Oké. Zoals gezegd in 2006 opgestart in Haarlem, inmiddels doorgegroeid naar 4 locaties, eentje in Amsterdam, in Den Haag en in Rotterdam. Per jaar lopen zo'n 60 studenten stage bij Generate en daarnaast nog eens, ik denk wel meer dan 100 in de vorm van een minor afstuderen. We hebben zelf studenten meegemaakt die in hun vrije tijd nog kwamen, omdat ze de inhoud en de omgeving zo fascinerend vonden. Een typisch team van studenten bestaat uit een multidisciplinaire achtergrond. Zo werken studenten communicatie samen met MEM-studenten. Commerciële economie, vormgeving, AV-techniek en zelfs small business. Zo leren ze elkaars perspectief kennen, maar ook de taal die ze anderen spreken en de waarden die erbij horen. MBO en HBO werken daarin samen. Binnen Generate werken we bedrijfsmatig. Dat betekent echt voor een opdrachtgever, ook tegen een vergoeding en volgens de wensen van de opdrachtgever. Toch blijft Generate primaire school. Het doel is leren en het ontwikkelen in een rijke leeromgeving. Dat weten de opdrachtgevers ook. Ze komen niet voor goedkope handjes, maar voor frisse blikken, vernieuwende ideeën. De medewerkers bij Generate zijn integraal verantwoordelijk voor het hele lab en het pand eigenlijk. De projecten, het begin en het eind. Ze zijn eigenaar van het pand. Ze openen, ze sluiten, nemen de telefoon op, doen de schoonmaak, dus ook de wc's. De indeling van de werktijden is ook helemaal aan hun. Er zijn nog veel meer op projecten. Generate is allereerst een innovatielab voor studenten en opdrachtgevers die samen innovaties op het terrein van media en communicatie willen ontwikkelen en realiseren. Innoveren is hier nieuwe relevante producten en diensten ontwikkelen op basis van bestaande kennis. Dat kan in een project, dat kan in een brainstorm, een 1-op-1 consult, een afstudeeronderzoek of een minor. Studenten binnen Generate ontwikkelen bijvoorbeeld een iPad magazine voor een uitgever van tijdschriften, sociale media campagne, voor een goed doel of een live web tv-show voor tijdens een evenement. En de kennis die we opdoen, die delen we zoveel mogelijk via een blog, een nieuwsbrief, workshops en presentaties. Generate is een onderzoekslab voor studenten en onderzoekers van lectoraten die samen het terrein van media en communicatie willen leren onderzoeken. Er is een structurele samenwerking met diverse lectoraten, media en business, cross media, brand reputation en design management en media, cultuur en burgerschap. Studenten participeren zo in een CIRAAC-project en de onderzoeken van de lectoraten. We koppelen daarbij de onderzoeksexpertise van de lectoraten aan de innovatieprojecten die we bij Generate doen. Op deze wijze kunnen we de kwaliteit van het onderzoek bij de studenten versterken en ontwikkelen. En de netwerken van Generate, die er zijn, koppelen met de lectoraten de netwerken. Studenten onderzochten bijvoorbeeld een nieuw verdienmodel voor in de game-industrie. De wijze waarop poppodia bijvoorbeeld social media kunnen gaan inzetten. Ze werken aan een concreet verbeterplan voor een lokaal netwerk, zowel online als offline, dat het beter op de wensen van de 1800 leden kan aansluiten. Ten slotte, Generate is niet alleen een innovatie- en onderzoekslab, maar maakt ook actief uit van de community of practice. Leren, onderzoeken en innoveren zijn in een netwerkmaatschappij geen geïsoleerde activiteiten op een school of in een bedrijf.
We vinden plaats in netwerken waar alle partners kunnen samenwerken, kennis brengen, kennis kunnen halen en kennis kunnen delen. Daarom is Generate een actieve en initiërende partner in het regionaal netwerk van de creatieve industrie. De studenten participeren in netwerken zoals de Haagse Communicatiekring, Netwerk 023, Rotterdam Media Commissie en Immovator. Wat we daar doen, we nemen deel aan het programma, we brengen kennis, we doen verslag ervan. Allemaal interessant om tijdens je studie al te doen. En die verbinding geldt niet alleen naar buiten, naar het werkveld, maar ook naar binnen, richting de opleidingen. Dankzij die positionering zijn wij als Generate een kennisbron binnen het domein voor de opleidingen die inhoudelijk willen vernieuwen. We zijn dankzij die actieve opstelling van het werkveld en de nadruk op innovatie, vindt de kennis die wij doen heel veel aftrek. Dat waren mijn slides. Karel? Ik wil graag het geluid van de computer ook aan. Dat is voor de geluidsheer. Mijn naam is Karel Koch en ik begin met de laatste presentatie. Ik werk voor het kenniscentrum Creatieve Industrie van de Hogeschool in Holland en ik wil graag wat vertellen over hoe een klein studentenproject binnen Generate nog weer mijn bedrijf duidelijk heeft gemaakt dat een rijke leeromgeving zich ter plekke voor je kan ontvouwen. Maar we beginnen in 1985, dat is 20 jaar voordat YouTube werd geïntroduceerd. Kent u deze nog? Ik denk het wel, de meeste mensen in de zaal, ik heb even gekeken net. Een YouTube-gebruiker plakte dansscènes van The Breakfast Club aan elkaar. En hij of zij, dat weten we niet precies, mixte daar een hitje onder van Phoenix en plaatste die video op YouTube. En dan gaan we even kijken. 20 seconden natuurlijk. Hè? Naar de acteurs die in de jaren 80 onder die naam beroemd zijn geworden. En het is een typische virale video die door iedereen doorgestuurd wordt. Er kijken 100.000 mensen kijken naar de video. En zijn mashup wordt een groot succes. Een clubje studenten en kunstenaars in Brooklyn wordt vervolgens geïnspireerd door die Brad Band mashup. En maakt als eerbewijs, zoals ze het zelf noemen, een eigen versie en die plaatsen zijn natuurlijk ook weer op het internet. Dat is deze. En dan wordt het leuk, want die actie maakt wat los bij andere jongeren over de hele wereld. San Francisco reageert bijvoorbeeld. Social video wordt gedoopt te onderzoeken en ze gaan aan de slag. Onder andere door zelf natuurlijk deel te nemen aan dit online feestje. Want zij maken zelf ook een van de video's. Nou, mijn aandacht wordt vervolgens getrokken door iets anders dat me opvalt. Iets wat mij betreft de rijkheid van YouTube als leeromgeving nog eens benadrukt. Er volgen namelijk nog meer video's, maar die zijn van een ander kaliber. Of ik moet eigenlijk zeggen, misschien wel een ander genre. Bijvoorbeeld de klas van meester Kimmy, een groep 7 uit Kansas, heeft de Brad Pack mashup ook gezien en wil weten welk verhaal erachter zit. En ze organiseren een Skype-gesprek met de makers in Brooklyn. Onbelangrijker weer, zij zetten dit gesprek op het internet. Beschikbaar voor iedereen die wil weten hoe het zit en met de mogelijkheid om ook weer te reageren. Intussen gaat het gewoon door, bellen horizonten, Brazilië sluit zich aan en ik ga op zoek naar nog meer video's over dit fenomeen. En ik stuit dan op een Julian Sanchez
van het Cato Institute, een conservatieve denktank in Washington. Hij komt er zo aan, denk ik, dat zullen we hebben. Hij heeft de rituele doorgeefdans ook opgepikt en zijn video, waarin hij een culturele analyse maakt van de Brad Pack Mashup. Ziet er minder goed uit dan die van de studenten, maar wat hij zegt is wel interessant. Niet alleen voor mij, maar ook voor de studenten die er zelf aan deelnemen. Daar gaan we eens even een klein stukje naar luisteren. Within each video, the Brad Pack characters are used as a kind of template for performing the social reality of each group. But there's also a dialogue between the videos, where once the basic structure is established, it becomes a kind of platform for articulating the similarities and differences between the group's social and physical worlds. Een andere reactie is die van een student van Curtin University in Australië. Hij volgt een BA internetcommunicatie en maakt een video voor een minor die hij volgt. Deze deelt hij natuurlijk weer met de mashup gemeenschap en hij beschouwt eigenlijk zijn peers en YouTube als de plek waar hij kan communiceren met zijn peers. En tenslotte is daar professor Lawrence Lessig van Harvard Law School. Lessig is een van de grote voorvechters van de modernisering van de auteursrechten. Bij mijn studenten wel bekend vanwege de Creative Commons met name. Het zijn mediastudenten. Het bekendste alternatief voor het bestaande auteursrecht. En ook hij bemoeit zich met... They're getting together on a digital platform that connects people freely around the world and invites them to create. To create for each other, to share that creativity and to celebrate the power of that creativity. Hij verwijst daar direct naar de Brad Pack, maar hij zegt ook, man kan vergelijken met oude en nieuwe media. A technology like these technologies, not these technologies, produce a culture like this culture, not this culture.